Elvis Manu, winnen van Ajax is altijd lekker, hè? Ja, zeker. Ik denk, tegen Ajax mag je absoluut niet verliezen. En, ja, het maakt niet uit of je in de F speelt, of D'tjes, A'tjes. Je mag absoluut niet verliezen. En, ja, dat hebben we vandaag niet gedaan. We hebben gewonnen, dus ja, ik ben tevreden, man. Jij maakt de winnende goal. De ontlading was groot, hè? Ja, zeker. De score tegen Ajax is altijd mooi. En als je dan nog de winnende maakt, ja, maakt het wel emoties bij je los. Hoopte je nog dat je zou gaan spelen? Ja, nee, het was vooraf al besproken dat ik de tweede helft zou invallen, dus ja, dat wist ik al. En, ja, ik heb me gewoon goed voorbereid, en, ja, en, dus dat was wel goed. En, we winnen 2-1, dus ik scoor het doelpunt. Dus, ja, goed, na 5 weken eruit geweest zijn, is het weer lekker om weer de wedstrijd te spelen. Dus goed voor het zelfvertrouwen, voor het gevoel. Hoe voelt het over het algemeen gaan vanavond? Ja, ik denk dat we in het begin een beetje afwachtend waren, dat allebei de teams aan het zoeken waren. En ja, naarmate de wedstrijd voor de deur kwamen er een paar kleine kansjes. En ik denk dat we aan het einde van de eerste helft een goede kans kregen met Mitchell tevreden kopbal, die hij dan naast kopt. En ja, hij scoort uit de corner de 0-1. En ja, daar ga je eigenlijk met een kutgevoel de rust in. En in de tweede helft begin je goed, denk ik. We drukken door en we maken een goede goal. De 1-1 van Mitchell was een goede goal. En ja, door hard werken maken we de 2-1. Dus ja, het ging op zich wel goed, denk ik. Jouw eigen optreden, tevreden? Ja, ik heb 5 weken niet gespeeld, dus ik miste nog wel wat, wat ritme. Dat zag ik ook wel, dat merkte ik ook wel bij mezelf. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden. Je hebt lastige periodes doorgemaakt in het eerste van Excelsior. Is het dan lekker om op zo'n manier terug te komen? Ja, zeker. Ik denk dat, wat je zegt, dat het moeilijke periodes zijn geweest. Moeilijk ook. Dus, maar ook goed, denk ik, voor mijn ontwikkeling, voor mijn carrière. En dat ik dan nu weer lekker even in de wedstrijd in Feyenoord in een Feyenoord-belofte mag spelen en dan scoren. Ja, dat is lekker. Ja. Geeft wel eens een goed gevoel.